wist al lang en gelukkig. Maar er was dus vandaag een volgende vlot. Wolfs maag rammelde van de honger. Nou ja, dat doet hij toch altijd? Ja, dat is waar. En hij had een plan om aan een lekker maal te komen. Hij organiseerde een wedstrijd pannenkoeken. Had hij dan zoveel pannenkoeken? Nee, geen enkele. Maar hij zei dat iedereen die mee wilde doen, 2 pannenkoeken moest meebrengen. Hij was vast van plan al die pannenkoeken zelf op te eten, of niet? Inderdaad, iedereen wilde graag meedoen. Dus iedereen kwam met 2 pannenkoeken naar Wolf. Hij verzamelde ze allemaal tot hij een dikke stapel pannenkoeken bij elkaar had. Die dekselse Wolf verzon een smoes en vluchtte met de pannenkoeken het bos in. Daar at hij de hele stapel op. Oh, wat jammer voor de anderen. Nee hoor, die lachten erom. Dat begrijp ik niet. Nou, ze kenden Wolf al langer dan vandaag. Ze hadden al het vermoeden dat hij iets van plan was. Daarom hadden ze hem allemaal 2 neppannenkoeken gegeven. Neppannenkoeken? Ja, van papier of karton. En toen organiseerden ze zelf een wedstrijd pannenkoekhappen met echte pannenkoeken. En daarmee hebben ze zich tot in de late uurtjes vermaakt. En Wolf? Die heeft tot in de late uurtjes liggen kermen van de buikpijn. De kartonnen pannenkoeken waren hem niet goed bevallen. Zo zie je maar, wie een kuil graaft voor een ander. Zo heeft Heks ooit... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander.